Weet jullie wat thaiboxen is? Nee. Oh, nou, thaiboxen is met name in Azië razend populair. En vooral onder jongeren, want die kunnen zo op een hele mooie manier een mooi bestaan opbouwen. Er gaat ontzettend veel geld mee gemoeid. Maar gek genoeg zijn het vooral Nederlanders die er heel goed in zijn. Mijn droom is thaiboxer worden, professioneel thaiboxer. En ik wil van mijn beroep mijn werk gaan maken. Robbie Hageman is een opvallende verschijning. 17 jaar en nu al in het grote Golden Glory teamshirt. Dat is overigens een begrip in de K1-wereld. Daarmee is hij de jongste en met 63 kilo ook de lichtste pupil van de kampioenenstal van Cor Hemmers. De Benjamin treedt nu tussen de grote meneren. Hemmers geldt als 's werelds beste thaibokstrainer en had onder andere wereldkampioen Ramon Dekker onder zijn hoede. Hij zal samen met Dekker de jonge Eindhovenaar opleiden tot full prof in de K1 Max voor vechters tot 70 kilo. K1 Max, want de K1 is zwaargewichtklasse. En de K1 Max, wat ik wil gaan doen, is min 70 kilogram. Ja, want jij bent een lichtgewicht en ik heb gehoord dat dat steeds meer in gaat komen, dat die veel dynamischer zijn. Ja, die zijn veel bewegelijker en ook daar bij de vrouwelijk volk is veel populairder. Dus ja, dan die zwaargewicht is allemaal veel langzamer en zo. Vind je dat belangrijk om bij het vrouwelijk publiek populair te zijn? Ja, dat is mooi meegenomen toch? En ik heb geen vriendin, dus... Kijk, wie weet komt dat er nog uit. Ja. Hey, je bent 17 jaar, je geldt als een heel groot talent. Je komt uit Eindhoven, je bent naar Breda gekomen. Waarom? Vertel eens. Ja, ik heb een soort talentjacht meegedaan. Dat was in Amsterdam. En daar heeft Cor mij gezien. Dat was een talentjacht voor Japan. En Cor heeft mij daarna uitgenodigd om in Golden Glory te komen trainen. Ik woonde in Eindhoven. Maar elke dag op en neer rijden, dat werkt niet zo. Dus nu zit ik in een speciaal vechtershuis van Cor Hemmers. En leg eens uit, wat is dat precies, een vechtershuis? Ja, daar slaap ik dan en slaapt nog een andere vechter. En af en toe komt er een logé. En dat is ook een vechter van Golden Glory, dus er slapen eigenlijk alleen vechters. Oké, okay, en dat is echt helemaal gericht om uiteindelijk die top te gaan bereiken? Ja, want ik ga niet naar school, ik werk niet. Als je 19 bent, dat is een beetje de leeftijd dat je echt kan doorbreken als K1 fighter. Je hebt nog heel veel te leren, maar wat moet jij nog leren? Ja, elke dag trainen, vooral conditie opbouwen, de technieken elke dag blijven beoefenen, zodat je ze niet verleert. Kun je mij eens uitleggen wat jou nou zo'n groot talent maakt? Waarom ben jij een talent? Ja, ik heb 102 wedstrijden gespeeld. Ja, wel heel veel jeugd, 90 of zo jeugd. Daar heb ik er maar 7 van verloren. En ik heb er 4 gelijk spel gespeeld. Dus ja, ik heb heel veel wedstrijden gewonnen. En de laatste 3 van Golden Glory, daar heb ik 3 gespeeld, 3 gewonnen. 2 op KO, dus knock-out. Ja, 4 januari, dat is de dag, hè? Ja, ik ga 22 december trainingsstage naar Thailand. Ik ben uitgenodigd door de hoofd van de bond in Thailand. Die had mij daar vorige keer ook zien vechten. Daar heb ik gewoon op KO toen. En die betalen nou de ticket en hotel. Mijn vader komt ook mee, maar die moet alles zelf verkosten. Ja, nou wil ik natuurlijk weten wat jouw beste techniek is. De beste techniek is mijn levertrap. Dat is een trap met de linkse been naar de lever. En als je hem op je lever krijgt, dan heb je vaak geen lucht meer. Dus dan gaat de tegenstander wel even zitten.